Tijdens het weekend van 24 september opent het vernieuwde Koninklijk Museum van Schone Kunsten haar deuren. En dit moet natuurlijk gevierd worden. En dat gaan ze doen met een heus kunstzinnig festival. Benieuwd wat dat gaat inhouden. Hallo. Dag Annelies, welkom in het Museum van Schone Kunsten. Dank u wel, dank u wel. Blij dat je er bent. Wat een eer. Het is mooi zo al, hè? Ja. Dit is de inkomst. Zo, Luc, na 11 jaar renovatie gaan de deuren terug open, waar heel veel mensen naar uitkijken. Maar hoe zijn jullie eigenlijk begonnen om dat monumentaal gebouw aan te pakken? Wel, dit museum was op. Het klimaat was niet meer in orde, de daken lekten, dus er moest echt iets gebeuren. En we zijn heel dankbaar dat de Vlaamse regering dan de nodige middelen heeft opzij gezet om een masterplan uit te tekenen. En daar is een fantastisch nieuw gebouw uit geboren. En wat is er allemaal veranderd? Wel, we hebben niet alleen de restauratie meegemaakt van het oude museum, maar we hebben in de patio's, in de binnenruimtes van het museum, heeft de architect het lumineuze idee gehad om een volledig nieuw gebouw in het oude gebouw in te brengen. We hebben dus 40% meer ruimte om kunst te hangen. En dat is natuurlijk een enorme vernieuwing tussen het oude en het nieuwe museum. Wat springt er voor jou het meeste uit? Is er iets waar je echt het meeste trots op bent? Wel, ik ben voornamelijk trots op de goede verhouding die is ontstaan tussen de nieuwe ruimtes en de prachtige oude gerestaureerde ruimtes. En we gaan de modernen tonen in het nieuwe museum en we gaan de oude meesters ook in het oude museum brengen. Maar er zullen ook confrontaties zijn tussen oude en nieuwe kunst. Oude en modernen, die zullen met elkaar geconfronteerd worden. Dat is een enorme vernieuwing. En er zal ook enorm veel beleving zijn voor jong en oud, kinderen. Wij willen iedereen betrekken in dit museum. 24 september is de dag. Jullie gaan ook een heel openingsfeest geven. Wat valt er allemaal te gebeuren? Wel, 24 september is natuurlijk het grote moment. Dan gaat het museum open voor het grote publiek. De mensen die binnen willen kunnen al tickets reserveren. Maar vooraan op het plein zal het een groot volksfeest zijn. Met klassieke muziek, de koralen, maar ook met de filharmonie. Maar ook met tal van optredens, ook voor jonge mensen. Voor jong en oud zal er van alles te doen zijn. Groot feest vooraan op het plein. Iedereen welkom voor de grote opening. Zet 24 en 25 september zeker in je agenda. Een komeet openingsfeest beleven van het Koninklijk Museum van Schone Kunsten. En ik ga nog even verder genieten van onze Vlaamse meesters.